In Friesland vindt het ambacht in verhouding tot de overige provincies van Nederland nog veel beoefenaars. Het meest bekend is het hindeloper houtwerk. Uit het feit dat dit rijk gebeeldhouwde en bovendien meestal beschilderde houtwerk zich tot deze tijd heeft kunnen handhaven, blijkt wel dat er steeds vraag naar geweest is. Telkens keren op deze meubels dezelfde motieven terug, die veelal worden ontleend aan de Bijbelse geschiedenis. Vinden wij nog enkele der weinige ambachtslieden die zich speciaal op de vervaardiging van spinnenwielen toeleggen. Goud- en zilverbewerking vormt een onderdeel van het Friese ambacht. In Berchem treft men nog een oud bedrijf aan, waar de liefde voor het handwerk en het vak nog bloeit en waar oude vormen en motieven in ere worden gehouden.
Het Workummer aardewerk wordt vrijwel uitsluitend gemaakt naar een vast model en wel in vormen of op mallen op de draaischijf. Het snijwerk, ontleend aan oude motieven, geeft het Workummer aardewerk een bijzondere charme. Door onderdompeling worden de voorwerpen van een glazuurlaag voorzien. In de provincie, beroemd door zijn Elfstedentocht, is de vervaardiging van schaatsen een industrie geworden van nationale betekenis. Menig overwinnaar in de titanenstrijd op het ijs heeft de zo begeerde zege niet in de laatste plaats te danken aan de voortreffelijkheid der gladde ijzers van Friese bodem. Door verhitting en onderdompeling in water, het zogenaamde harden, voldoet het staal der schaatsen aan de hoogste eisen. De Friese klokken hebben zich een wereldreputatie veroverd. Denken wij hierbij aan de staart- en stoeltjesklokken die een geliefkoosd bezit zijn voor een ieder die zich tot het antieke voelt aangetrokken. In afwijking van de traditie dat het ambacht van vader op zoon overgaat, volgt hier de dochter van de klokkenmaker Wijma te Oostermeer de voetsporen van haar vader. Thank you.
Thank you.